De Koninklijke Tielse Vrijwillige Muziekvereniging bestaat 120 jaar. En dat is een mooie reden voor een jubileumconcert. Bijzonder fijn dat jullie weer aanschuiven, want we hebben natuurlijk elkaar eerder gesproken. En volgens mij ging dat toen over het Nieuw Talentenorkest. Maar met name gaan we het natuurlijk hebben over het KTVM. Want jullie bestaan 120 jaar, bijna 13 oktober volgens mij. En um, wat gaat daar allemaal rondom plaatsvinden? Ja, heel veel, maar misschien moet ik eerst zeggen: van, wat is het verschil tussen uh, toen en nu? Jij zit 120 jaar tussen, maar. Ja, nou ja, goed. In 1903 zijn we opgericht. Um, we zitten nu in 2024, dus zou je zeggen: van, ja, dat is eigenlijk vorig jaar bestonden 120 jaar. Mm -hmm. Alleen toen zaten wij met een uh, dirigentwissel, waardoor we dus uh, zo'n productie die we nu willen gaan doen in Agnitov niet konden uit gaan voeren en, en kan gaan voorbereiden. Dus wij hebben dat een jaartje opgeschoven met onze nieuwe dirigent uh, Joop van Dijk. En uh, ja, wij zijn al maanden druk met de voorbereidingen en uh, het instuderen van een prachtig programma voor op 5 oktober uh, in Agnitov met als thema Fiesta. Ja, daar liggen natuurlijk al mooie Precies. attributen ja. van hier. Ja. En gaat het dan ja, ergens denk ik... Hmm, een muziekvereniging in Fiesta, is dat niet te frivol? Nee, dat vind ik niet. Het is muziek die wij graag willen spelen, die de leden graag willen spelen. We hebben dat met de leden over, over overleg gehad. We hebben dan een commissie die dat bedacht heeft. En het is natuurlijk hele vrolijke muziek. Mm -hmm. uh, en, en voor muzikanten is het heel erg leuk om te spelen. Dus wij hebben het thema daaraan aan gebonden. En uh, wij, hebben inderdaad een, uh, wij zoeken bij elk jubileumconcert zoeken wij een artiest erbij. Ze hebben vijf jaar geleden een concert gegeven met Frans Duits. Eh, daarvoor met Karen Bloemen. En 5 oktober komt de Peul Jozessoon. En eh, die heeft dit soort genre muziek ook in haar repertoire zitten. En dat hebben we allemaal geprogrammeerd eh, voor 5 oktober. En daar zijn we heel erg druk mee. Ja, mooi. Maar dan, uh, want jullie hebben verschillende soorten orkesten. Hè? Welk orkest uh, gaat er dan spelen of spelen er meerdere? Nou, de vereniging die, die heeft op dit moment drie onderdelen. Dat is uh, het... Uh, het het harmonieorkest, de, 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 het orkest zelf. Daarnaast hebben we nog de BBK, de Bedische Blaaskapel. Daarmee doen wij op, op evenementen, als het doen wij dan uh, optreden. En sinds kort hebben we natuurlijk uh, het Nieuw Talentorkest uh, als onderdeel van onze vereniging. En, uh, en 5 oktober treedt het Harmonieorkest, uh, het Concertorkest, treedt dan op. Ja, en is, is dat een, een bewuste keuze? Want ergens denk je misschien ook, ja, het Nieuw Talentorkest. Uh... Misschien verdienen ze dat platform ook wel. Of, of hoe, hoe zijn jullie daar ingestapt? Want jij hebt daar natuurlijk aan deelgenomen. Ook. Ja, ja. Is echt, ze zijn nog in opleiding, zeg maar. Iedereen is nog allemaal volop in de leer. Dus die moeten nog, ja, zijn ze worden zeg maar klaargestond om ook straks bij de harmonie te kunnen. Ja, dus in... Maar het is wel leuk om samen al muziek te maken. Want als je in principe alleen zeg maar, thuis aan het muziek maken bent. Ja, is ook leuk, maar het is toch gezelliger met elkaar. Ja, en, en dan dat... is het toch leuk. Iedere zondag doen wij uh, oefenen ook nog. Uh, dus. dat, ga, dat gaat dus ook inderdaad ja. gewoon door. Ja, om en... de zondag is het eigenlijk om de week. Ja, en ja. op het moment dat ze eigenlijk, nou ja, het diploma is misschien een beetje overdreven, maar als ze dit diploma hebben, dan gaan ze naar het Grote Harmonieorkest. En dan gaan ze, bij wijze van spreken, misschien volgend jaar of het jaar erop meedoen met zo'n grote uitvoering. Ja. ja, dat zou kunnen. Nou, treden ze wel uh, 22 september op met het uh, corso. Het Nieuw Talentorkest. Ja, dus daar kunnen we dan eigenlijk uh, ja, zien wat ja. het geworden is. Uh, ja. vanaf dat het gestart is. Ja, zeker ja. Ja, super, super leuk. Ja. Toen ik vond dat idee al hartstikke leuk. Ik kan misschien geen noot lezen en dan toch. Uh, ja, muziek maken met z'n allen en uitgroeien tot, uh, tot iets bijzonders. Ja. Dan heel even terug naar die 120 jaar uh, dat jullie bestaan. Ja. Want ja, er is natuurlijk in die 120 jaar heel veel ja. uh, veranderd. Wat is nou de grootste verandering die er is geweest? Nou ja, in principe is de KTVM en toen heette het eigenlijk nog de. de de de, 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 de TVM. Uh, in 1903. En dat was eigenlijk een onderdeel van de, de, de Weerbaarheidsvereniging, uh, was het eigenlijk. Uh, en die bracht eigenlijk uh, als taak om de gewaar gewapende mensen van de, van de uh, weerbaarheid om die naar het oefenterrein te brengen. En uh, 1910 toen is het echt een muziekvereniging geworden. Uh, de Tielse Vrijwillige Muziekvereniging. Nou, toen is er heel veel gebeurd in, in, in de loop der jaren. de Tweede Wereldoorlog. Uh, toen is er heel veel uh, aan het archief verloren gegaan door, door, door mm -hmm. de oorlog. Dus, dus wat daarvoor is niet heel meer van vastgelegd. Uh, nou, en na de oorlog uh, uh, is het weer uh, op gaan bloeien, de vereniging. En uiteindelijk kregen wij in 1953 uh, het, uh, de medaille Koninklijk. En toen was het uh, vanaf 1953 uh, Koninklijke Tielse ja. Vrijwillige Muziekvereniging, uh, afgekort KTVM. Ja, mooi. Wat moet je eigenlijk doen om, om koninklijk te worden? Ja, dan moet je zoveel, zoveel jaar je actief zijn en, en dan krijg je een, een koninklijke onderscheiding. Dan ja. ben je voor de samenleving ben je dan belangrijk. En er zijn we natuurlijk nog steeds. Ja. Uh, en, uh, maar goed, uh, dat hebben we toen uh, zijn we bekroond als koninklijk. En in uh, 1974 toen hebben wij ons eigen verenigingsgebouw gebouwd. Ook uh, met eigen leden. Zelf ontworpen door de leden. Door een bouwaannemer die bij de vereniging lid was. Met eigen leden is het verenigingsgebouw opgebouwd. En dat dus tien jaar later is dat weer uitgebouwd. Omdat het weer te klein was. En dat gebouw staat, staat nu nog steeds waar we in repeteren, vanaf 1983, zoals het nu staat. Ja. Uh, Helemaal door de verleden zelf opgebouwd en gebouwd. Geeft dat ook een extra saamhorigheid? Ja, ja, ja. dat is echt het verenigingsgevoel wat, wat, wat bij ons heerst. Uh, uh, mensen kennen elkaar door en door. Je komt elkaar elke week, ben je met elkaar met je hobby bezig. De, de, de ontstaan vriendschappen uh, en, uh, ja, en alles wat met de vereniging te maken heeft. Uh, iedereen zet zijn schouders eronder. Ja. En het is echt een verenigingsgevoel, echt ja. een vereniging. Ja, ja. absoluut. Ja, nou, je zegt al ja, dus ik neem aan, je kan dat beamen op het moment dat je, er, dat je daar bent binnenkomen lopen. Wat, wat heeft dat voor gevoel gegeven voor jou? Nou, ik heb, uh, ben het zelf 25 jaar ertussenuit geweest. Ik had al eerder bij de muziek gezeten. En mijn vader en mijn broer zitten er nog steeds bij. En die hebben me eigenlijk wel overgehaald om er weer bij te komen, mijn vader. En dan heb ik toch de stap genomen, zeg maar. Maar voor mij was het wel weer het soort thuiskomen. Want ik kende natuurlijk al heel. Oh ja. ja, eigenlijk iedereen, toen ik weer af ben gegaan, bijna iedereen zit er eigenlijk nog bij die er. Ja. Ja, hele ja. trouwe dus, mensen ja, dus. Ja, dus dat is wel heel apart. Als je dan, ja, eigenlijk is het net dat je niet weg bent geweest, zeg maar. Zo voelt het dan. Een grote familie. Ja, zeker. Ja, absoluut, ja zeker. mooi. Ja. Ja, mooi. Ja. ja, en dan 5 oktober dus dat uh, prachtige, uh, ja, ik noem het maar een concert. Het is, het, het is een soort van theatervoorstelling, ja. hè? Wij willen het niet een, 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 een regulier concert geven. Wij hebben echt uitgepakt. We zitten staan in de grote zaal in de, in de uh, met licht en geluid we hebben echt uh, professionals bij je bij ingehuurd. En uh, we hebben een, een combo, dus een basgitaar en een gewone gitaar en een toetsenist die ons versterkt. We hebben backing vocals die Pull uh, assisteren bij, 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 bij zangnummers. We hebben wat dans hebben we erbij. Uh, ja, ik ga niet al te veel verklappen, want anders uh, komen de mensen niet. Nee, dat ben ik inmiddels dus, gewend. Dus ja. Ik wil die mensen gewoon uitnodigen om vooral te komen op uh, 5 oktober. Uh, het begint om 8 uur. Kaartjes zijn te verkrijgen bij de Niet of zelf. Uh, dus ja, wees er snel bij, want ja, er is wel heel veel uh, animo voor en mensen zijn echt enthousiast. En de leden zijn enthousiast. En, uh... Dat is misschien wel het belangrijkste, hè? Ja. dat ze een beetje uitkijken ja. naar het geven ja. van zo'n prachtige voorstelling ook. Ja. ja, precies. Het is echt, echt, echt totaal iets anders dan we normaal doen. Echt een theatervoorstelling. Ja. Absoluut. Ja, ik ben uh, eerlijk gezegd ook wel benieuwd. Dus misschien uh, kom ik zelf ook nog wel, uh, ja, wel. voorbij ja, om deze, te kijken ja, hoe het zeker. eruit ziet. Zeker. En er staat op jullie eigen website ook nog wel iets vermeld over ja. het programma en dat soort dingen. Waar kijken mensen dan? Uh, naar www.ktvm.nl. Daar staat uh, onze vernieuwde website. Daar staan ook de sponsoren op vermeld die, uh, die dit mogelijk hebben gemaakt. En uh, mensen kunnen nog steeds, uh, uh, bedrijven kunnen nog steeds sponsoren. Want ja, zo'n productie kost best wel heel veel geld. Ja. Ja. En uh, uh, dus ja, we hopen dat we de zaal vol krijgen en met sponsorgeld kunnen we het dan bekostigen. En dan Mooi. hopen wij als vereniging, als 120-jarige vereniging, een, een, een prachtig concert aan hier te zetten. Ja, en, natuurlijk dan, en dan natuurlijk op naar nog veel meer. Uiteraard, uiteraard. Hier stopt het natuurlijk niet. Nee, nee. nee. De, de, de volgende ontwikkelingen naar het uh, uh, nieuwjaarsconcert zijn we in volle gang. Ja, het gaat gewoon maar door. Ja. Het uh, stopt niet bij 5 oktober. Nee, absoluut niet. Nee, maar nogmaals, eerst 5 oktober. Eigenlijk eerst met z'n allen naar de, naar de, de fiesta. De, op, ja. Om uh, ja, de fiesta mee te vieren, laat dus ik het zo zeggen. Ja, ja absoluut. Nou, ik ben erg benieuwd. Ik wens jullie heel veel succes met alle voorbereidingen. En zeker natuurlijk op de, op de dag zelf. Leuk dat jullie er waren. En wie weet spreken we elkaar nog een keer. Dankjewel. Dank je wel. Ja, Dank je.